De wereld van geld verandert snel en het is wel fijn dat ouders daar ook in mee kunnen gaan. Ik heb zeker wel dingen geleerd. Heel informatief moet ik zeggen. Ik werk zelf in de financiën, maar dan met ondernemers. Dus het is wel heel leuk om te kijken hoe je ook met kinderen al vroeg kan beginnen om ze op te voeden rondom geld. Je hebt natuurlijk games, in-app aankopen, zakgeld, digitaal geld. Wanneer begin je daarmee? Het zijn allemaal vragen waar ouders toch ook mee worstelen van wat is raadzaam. En dan hoor je wel dat iemand anders het anders doet. En nou, dan is het wel fijn om daar informatie over te kunnen krijgen. Het is heel belangrijk dat mensen die kennis hebben. Wij zien ook best wel vaak dat ook bijvoorbeeld jongeren in de problemen komen. Op het moment dat ze zelfstandig gaan wonen. Dat ze zich nog niet realiseren wat er allemaal bij komt kijken. Als je er tijdig mee begint, kinderen al vroeg de waarde van geld bijbrengt. Dan hoop ik dat het ook op latere leeftijd voorkomt dat jongeren die waarden nog niet goed genoeg kennen en daardoor in de problemen raken. De geldezel, dat had ik nog nooit van gehoord. En dat ze daar op het schoolplein in de brugklas ook al voor moeten uitkijken vanwege geldcriminaliteit. Ik wist niet wat een lootbox was bijvoorbeeld. Ik denk vooral dat ik geleerd heb om te blijven praten met de kinderen. Dus net zoals je normaal over ze praat, wat heb je op school gedaan? Ook ze te vragen, wat heb je in je gamewereld gedaan? Heb je daar nog iets gekocht? Of wat heb je met je pinpas gedaan? Als je natuurlijk contactloos betaalt, weet je, jouw pinpas kleurt niet rood of oranje. Als je cash betaalt, dan zie je op een gegeven moment dat het op is. Ik dacht dat het is heel goed als je kind in de brugklas een pinpas krijgt en een betaalrekening. Maar het blijkt je eigenlijk al veel eerder te kunnen doen. Nou ja, ik dacht dat ik heel goed bezig was. Zeker mobiele telefoon is iets waar we thuis, ja, wij betalen dat gewoon. De kinderen hebben er geen benul van hoeveel het kost. Dus ja, dat is wel interessant dat andere ouders daar dan een heel contract voor op hebben gesteld. En dat we daar een regeltje in verstopt hebben dat ze iedere zondagochtend de cappuccino bij papa en mama bed moeten komen brengen. En dat dat de juiste manier is waarop we dat contract levend houden. Dus dat dat wekelijks nog even weer terugkomt en aan herinneren. En dan kunnen we ook vragen hoe gaat dat nu met de contracten. Lukt dat met al die regeltjes? En ook wel lekker een cappuccinootje op bed. En op zondagochtend de cappuccino op bed is heel mooi meegenomen, ja.